We hebben gekozen voor Drachten West. Kijk je daar? Het linker plaatje is hoe het er op het moment uitziet. En dan het plaatje ernaast is hoe het gerealiseerd zou kunnen worden. Het grote verschil is dat we meer ruimte bieden aan het water. En dat er ook groen in de wijken wordt gedaan. Waardoor we dus hebben gekozen om een soort kader eromheen te maken. Zodat die golfslag en die wind toch een soort van wordt afgebroken. Zijn met inventariseren, ideeën sparen, dit zijn opties. En vervolgens moeten die verschillende deelgebieden de meest weinig zorg willen die daarop verder tanken kennen. Mm-hmm. Mooi paraat kennen. En wat zegt u als voor de Ardevingen als belangrijkste kans? Nou, ja, voor de Ardevingen de belangrijkste kans. Daar speelt het nou, het gebeurt met de Hege Wangen, de Vavo en de Tarachten, dat soort zaken. Nou, gelukkig is het besluit even stopzetten. Maar ik hoop dat ze dat ik nog eens een keer echt objectief zit lachen. Ze hebben het al je wel in een coalitieteam heeft het beoordeeld en jongen van wat is nou het beste. Maar in mijn beleving is de uitkomst toch te volle injong op basis van de achteronderliggende wens van de oerheden wat ze daar doen. Mm-hmm. Ja, vooral gemeente Smelgenland truun het bot om op die nieuwe vaarwaai. Op de vaarwaai en ja, dan kost gast automatisch al. Uit op een poldering van de Hege Wangen, terwijl dat ik een oude kant heb. En ik vind dat die te makkelijk fut zet met, en te makkelijk fut kan nu meer. Dus ja, misschien zou dat wel de kans wijzen om in dit hele, deze hele visie, omdat ik nog eens een keer goed en helder en toch wat meer objectief nooit zijn.